Dit is de sportformateur van Pelé Maas. Tom Vaassen heeft als opdracht om met de sportverenigingen in de gemeente tot een akkoord te komen. Nou, we gaan hier in Pelé Maas een sportakkoord opstellen. Dat ga ik niet doen als sportformateur, maar dat gaan we met elkaar doen, samen. Zeker in deze tijd is dat een heel mooi woord. We gaan samen een sportakkoord opzetten en we noemen dat hier in Pelé Maas een beweegakkoord. Beweeg Pelé Maas, dat is het idee. Er vindt volop beweging plaats natuurlijk in Pelé Maas, maar samen kunnen we kijken hoe we elkaar kunnen helpen, hoe we elkaar kunnen versterken. En daar hebben we initiatieven voor nodig, ideeën voor nodig. Het gaat dan om betere samenwerkingen en verbindingen die tussen de clubs gelegd kunnen worden. Om nog meer mensen aan het sporten en het bewegen te krijgen. Er zijn allerlei mogelijkheden voor. Kunnen we ons van alles bij voorstellen. En dat gaan we hier met elkaar verkennen in een paar sessies. En daar volgt straks een sportakkoord uit wat we met elkaar ook gaan ondertekenen. Er zijn nogal wat clubs in Pelé Maas die ook nog eens op verschillende niveaus spelen. Kijk bijvoorbeeld naar Peelpush en Bevo die op eredivisieniveau actief zijn. Er is behoorlijke verenigingszin hier in Pelé Maas, dat heb ik al wel gezien. Ik kom zelf niet hier uit de gemeente, maar ik heb wel gezien wat hier voor verenigingsspirit is in de gemeente. En er is veel. En er is ook op diverse niveaus wordt hier natuurlijk gespeeld en bewogen, zeg maar. Van eredivisie tot recreantenbewegingen. Dus daarmee proberen we toch te kijken hoe kunnen we die hele scope enerzijds in beeld brengen, maar ook met elkaar in verbinding brengen. Dus hoe kunnen we ze toch een beetje tot elkaar laten komen en kijken wat voor ambities zouden we met elkaar kunnen oppakken. Vanaf volgende week vinden de eerste bijeenkomsten plaats online vanwege de coronatijd. We gaan het ondertekenen met elkaar op 17 juni. En voordat dat ondertekend wordt, hebben we natuurlijk 3 avonden die we met elkaar gaan inrichten. Dat is op 13 mei, op 20 mei en op 27 mei. We brengen er volop de snelheid in. Dat moet ook, want we moeten die beweging een soort van kickstarten, zeg maar. Dus daar gaan we mee in de slag. Voor de komende jaren komt er een uitvoeringsbudget beschikbaar om enkele initiatieven makkelijker uit te voeren.